Een aantal video's geleden had ik gereageerd op een oude video van ongeveer 3-4 jaar geleden, waarin ik allemaal megadozen aan het openen was. En ik kwam eigenlijk achter dat ik dat best wel weer heel leuk vond om te doen. Gewoon reageren op zo'n oude video waarin ik megadozen opende. Want toch, dat openen van dozen, dat mis ik wel een klein beetje. Ook al vind ik hoe Brawl Stars nu is eigenlijk beter. Het is toch een soort van nostalgie en het was altijd leuk om te doen. Dus het blijft gewoon leuk om te zien. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan gewoon nog zo'n video doen. De support op de vorige video was ook hartstikke goed. Dus ik dacht, we gaan het gewoon nog een keer doen. En dit keer heb ik een video voor jullie waarin ik in totaal 11 knokkers heb gekregen. Dat stond in de titel, dus dat weet ik al. Maar ik weet niet precies welke knokkers ik heb gekregen. Dit was op een nieuw account. Had ik 2000 edelstenen gekocht op dat account. En in totaal dus 11 knokkers gekregen. Maar hoe zeldzaam al die knokkers zijn, ik heb geen idee. Misschien dat het alleen maar zeldzame, super zeldzame en epische knokkers zijn. En dat we geen epische of legendarische gaan krijgen. Maar misschien ook wel. Daar komen we achter in deze video. Ja, maar voordat we gaan beginnen, door met een duimpje omhoog. 5000 likes, heel nice zijn. Vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk die code MOUS in de shop. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we eens kijken wat ik allemaal heb gekregen op dit account. Ja, dit is dus een compleet nieuw account. Volgens mij had ik op dit moment alleen al mijn Nita en Shelly vrijgespeeld. Oh ja, en zo zag de Brawl Pass er toen de tijd uit. Vooral dozen kon je krijgen. En dan had je megadozen, daar had je er niet zoveel van. Vooral die blauwe en grote dozen kon je krijgen. En de megadoos, als je die in één keer kon in de store, was je toen de tijd gewoon 80 edelstenen voor kwijt. Dus dat is ongeveer 5 euro voor 1 megadoos wat je uitgaf. Dat was echt bizar veel. Maar we krijgen nu al 2 resterende items. We hebben nu Barley gekregen. De eerste zeldzame knokker hier op dit account. Oh, en dan krijgen we ook meteen krachtpunten voor Barley. Ja, voor degene die nog nooit dozen hebben gezien. Je krijgt gewoon krachtpunten uit dozen. Je kan knokkers krijgen. Elke zeldzaamheid knokker kan je eruit krijgen. En je kan er ook gadgets en sterkkracht uit krijgen. Maar dan moet je je knokkers wel krachtlevel 7 hebben voor een gadget. En krachtlevel 9 voor natuurlijke sterkkracht. Dat was toen de tijd ook al het geval. Oh, we hebben nu de volgende al te pakken. En dit is El Primo. Dus we hebben nu al 2 zeldzame knokkers. Dus dat gaat hartstikke snel. Trouwens, als jij af en toe hier een arm voorbij ziet komen. Dat komt omdat ik deze video van mezelf hier overheen monteer over die oude video. Dus vandaar dat je af en toe misschien daar iets ziet bewegen. Want dan ben ik zelf alleen dan van 3-4 jaar geleden, zeg maar. De volgende megadoos. Oh nee, ik kijk naar de kansen. De kans op een legendarische knokker uit de megadoos is 0,1%. Oeh, yo, dat is wel echt heel klein. Een epische knokker is 0,5%. Super zeldzaam is 1,2. Zeldzaam is 2,7. Maar zo'n legendarische knokker, die kans is dus echt mega klein. Dat is echt niet normaal. Maar volgens mij was de kans uit de megadoos wel keer 10 of zo. Dus dan was het wel iets groter dat je legendarische knokker zou krijgen. Maar alsnog echt heel klein. We hebben nu Rico gekregen, dus dat is een super zeldzame knokker. Dus we zitten nu al op 3 knokkers. Ik weet niet of ik de tel helemaal ga bijhouden, maar in totaal gaan we er dus 11 krijgen. Maar dan hoop ik wel dat we zo meteen nog even een paar zeldzamere knokkers kunnen krijgen. Gewoon mythisch of legendarisch. Episch is trouwens natuurlijk ook al nice als dat gaat lukken. En omdat ik natuurlijk op dit account nog niet heel veel knokkers had, hebben we natuurlijk niet elke keer 6 resterende items als ik iets krijg. Als je eenmaal veel knokkers hebt en je hebt dan 6 resterende items, dan weet je zeker dat je iets zou krijgen. Maar ja, kijk, ik had nu 5 resterende items en nu krijg ik ook een resterende item. En dit is Carol! Knokker nummer 4 die ik al heb gekregen. Tweede super zeldzame knokker op dit account. Dan gaat het echt wel hartstikke snel met het opmaken van mijn edelstenen trouwens op dit account. Ja, dat is echt niet normaal. Maar we hebben nu weer een resterende item. Dit keer is het Daryl. En dat is ook een super zeldzame knokker. Toen de tijd 5 zijn super zeldzame knokkers. Ik vind het altijd zo geniaal. Oh joh, toen ik deze video had opgenomen waren er nog maar 37 knokkers in het spel. 37 knokkers maar. Dus moet je nagaan hoeveel erbij zijn gekomen. Mijn vorige video die ik had had gereageerd. Toen had ik 40 knokkers. Of toen waren er in totaal 40 knokkers. Er zijn nu dus nog 3 minder dan toen de tijd. Echt wat een verschil. En toen was het spel ook al even een jaar of 2 jaar uit. Dus moet je nagaan. In het begin waren er zo weinig knokkers. Maar 5 resterende items. En gaan we hier nog iets uit krijgen? Nee, dat niet. Maar op zich klopt dat ook wel ongeveer. Want je hebt elke maand komt er ongeveer gemiddeld genomen 1 knokker uit. Dus ongeveer 12 knokkers per jaar. En dit is natuurlijk alweer 3-4 jaar geleden. Dus dan klopt het ook wel dat er dan weer 40 knokkers bij zijn gekomen ongeveer. Ja, dat gaat dan wel vrij snel. Ben ik benieuwd over 2-3 jaar of we dan inderdaad gewoon meer dan 100 knokkers hebben. Als het zo doorgaat op het tempo van nu, dan wel.
We hebben nu trouwens 7 resterende items. Dus dat betekent dat we nu 2 knokkers of een gadget kunnen krijgen. Want volgens mij had ik Shelly net geupgraded op dit account. Dus dat betekent ook dat je gadgets kan krijgen. Hoe dan ook, we krijgen nu Penny. Dus dat is de 4e super zeldzame knokker. Dus dan hebben we die te pakken. En dan gaan we nu waarschijnlijk een knokker krijgen die zeldzamer is. En dit is inderdaad de eerste iets zeldzamere knokker van deze video. Nani! De eerste epische knokker. Dan hebben we nu in ieder geval zeldzame, super zeldzame en epische knokker gekregen. Ben ik benieuwd of het nog gaat lukken om in deze video dan nog een mythische of legendarische te krijgen. Maar ja, daar heb ik helemaal geen invloed op. Dit is een video van 3-4 jaar geleden. Dus ja, als jullie deze video toevallig de laatste keer hebben gezien, dan kan je in principe weten wat ik ga krijgen. Maar ik denk niet dat iedereen dit nog weet. Ja, ik zelf weet in ieder geval niet meer wat ik toen de tijd heb gekregen. Roze hadden we hier. Dus dan heb ik ondertussen bijna alle zeldzame en super zeldzame knokkers op dit account. Op dit moment zit ik al op de 10 knokkers. Maar we moeten nog een paar erbij krijgen. Dus ik ben benieuwd wie we nog meer gaan krijgen. Ik zit nu trouwens op de helft van mijn edelstenen. En dat gaat echt mega snel, het openen van megadozen op deze manier. Ja, jongen. En we begonnen met 2000 edelstenen, maar ik zit nu al over de helft. Oké, wat hebben we gekregen? Ik zit voor de resterende items. Dan denk ik dat we 7 resterende items hadden. Ja, dat is wel irritant. Ik maak me af en toe groot tijdens de montage. Maar daardoor zie je de resterende items niet meer. Ja, zo heel praktisch is dat niet. Maar we hebben nu Paco gekregen. Die is zeldzaam. Dus dat betekent dat ik nu alle zeldzame knokkers heb. En als we nu een super zeldzame krijgen, dan heb ik alle zeldzame en super zeldzame knokkers. En Jackie is inderdaad een super zeldzame. Dus ik heb op dit moment alle zeldzame en alle super zeldzame knokkers gekregen. En als ik het een beetje goed heb bijgehouden, staat de teller nu op 10 knokkers die ik heb gekregen in deze video. Ja, want we begonnen met 2 knokkers. Want Nita en Shelly had ik al. Dus als het goed is, in de titel stond 11 knokkers, moet ik nog 1 knokker krijgen. En dat moet dan een epische, mythische of legendarische zijn, aangezien ik alle zeldzame en super zeldzame al heb. Dus ik ben benieuwd wat er terecht van gaat komen. Ik upgrade nog wat knokkers trouwens. Nou ja, we gaan het zien. Ik zie jullie zo meteen wel als we weer een knokker gaan krijgen. We hebben nu in ieder geval 6 resterende items. Dus dat zou betekenen dat we nu dan die epische, mythische of legendarische knokker moeten krijgen, toch? Want volgens mij had ik mijn knokkers niet naar krachtlevel 7 geupgrade, waardoor ik geen gadgets kan krijgen. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. We krijgen nu in ieder geval krachtpunten voor Shelly. El Primo ook nog krachtpunten. En dit is Max, ja inderdaad. De eerste mythische knokker op dit account. Maar die kans was ook echt 0,5%. Dus die kans was ook wel heel klein. Maar ja, ik heb natuurlijk wel heel veel van die megadoos geopend op dit account. Dus op zich ook wel logisch dat we een keertje wat goeds krijgen. Maar dat betekent dat ik dus nu alle zeldzame, alle super zeldzame, 1 epische en 1 mythische knokker heb gekregen. Shelly, die ga ik nu wel upgraden naar krachtlevel 7. Dus dat betekent wel dat ik vanaf nu, als het goed is, gadgets kan krijgen. Oh, en Nita had ik ook gekregen naar krachtlevel 7. Ja, toen de tijd kreeg je zeg maar krachtpunten voor een specifieke knokker. Tegenwoordig krijg je gewoon krachtpunten. En die kan je dan zelf inzetten op een knokker naar keuze. Dus tegenwoordig is dat wel beter. Want toen de tijd had je geen keuze. Dus als jij een knokker heel chill vond om mee te spelen, dan was het lastiger om die te upgraden. Tegenwoordig kan je gewoon zelf de krachtpunten en coins uitkiezen voor een knokker naar keuze. Maar toen de tijd kon dat dus niet. Dus soms kreeg je heel veel krachtpunten voor een knokker waar je eigenlijk bijna niet mee speelde. Dat was wel echt heel frustrerend. Maar als het goed is gaan we dus geen knokkers meer krijgen. Maar misschien nog wel gadgets. Dus dat zou eventueel nog wel kunnen. Trouwens, dat plaatje van Max. Die als je krachtpunten krijgt voor Max. Dat ziet er nog zo anders uit. Trouwens, sowieso zien er heel veel knokkers nog heel anders uit qua design. Het is allemaal veel beter geworden. We kunnen nog 5 megadozen openen. Want ik heb nog 400 edelstenen in totaal op dit account. Ja, dan ben ik benieuwd. En knokkers ga ik niet meer krijgen. Maar ik ben dus benieuwd of we nog gadgets gaan krijgen. Ik weet het oprecht niet meer. En jullie zagen net trouwens weer dat plaatje van Max. Ik vind die andere knokkers er nog wel redelijk uitzien. Maar Max ziet er echt niet uit. Dit ziet er toch niet uit, jongen? Nee, ik weet niet. Max is echt wel veel beter geworden, dat plaatje. Volgens mij waren dit bijna allemaal megadozen. Ik kan er nog eentje openen. Ja, ik kan nog 1 megadoos openen. En dat waren dan al mijn megadozen op dit nieuwe account. Een knokker krijgen doen we dus niet meer. Maar misschien nog wel een gadget. Dat zou leuk zijn. Want Shelly niet heb ik naar krachtlevel 7. Voor de rest heb ik geen 1 knokker naar krachtlevel 7 gekregen. Terwijl als jij nu 2000 edelstenen uitgeeft op een nieuw account, ga je sowieso wel een knokker naar krachtlevel 11 krijgen. Dus dat is wel echt een verschil. Maar geen gadget gekregen. Maar wel ziek naar huis hoeveel knokkers ik heb gekregen op dit account. Ja, dat sowieso. En dit is dus ondertussen 1 van mijn zoveel accounts. Ja, die ik heb in Brawl Stars.
thuis. Dat komt door dit soort megadozen openingen. Dan ging ik allemaal nieuwe accounts maken om dozen te openen. En vandaar dat ik op dit moment zoveel accounts heb. Dus dit is eigenlijk de oorzaak daarvan. Ja, maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!